Zo, 4 september, mijn vader gestorven. 11 september, voor de gemeente Amsterdam ondertrouwd. Met die papieren naar de Joodse gemeente gegaan. De 18e september was eindelijk het religieuze huwelijk voltrokken. Dat was in de Rapenburgerstraat, tegenover de officiële Joodse school. Daar was het opperrabbinaat. Hoofdrabbijn was daar. En die houdt eerst een... Die vertelt je something. Ik weet niet eens wat hij me verteld heeft. Maar hij waarschuwt je op je huwelijksplichten en zo. Wel, die wisten we wel. Want we waren wel zo cultureel ontwikkeld dat we boeken lazen. En er waren plenty of boeken al over geschreven. En de 18e september, die synagoge had grote ramen naar de straat. Een feeststoep naar boven toe. De deur was op de eerste verdieping. Je buiten ging je de stoep langs de gevel naar boven toe en erin. En dan opzij was de synagoge. Aan die kant waren de kantoren. De Joodse lieden alle verpleegsters en verplegers die maar weg konden, waren gekomen om het huwelijk te weten. Maar van de AJC, van de jeugdvereniging, waar ik lid van was, waren ook een paar honderd gekomen. Het zag buiten zwart van mensen die niet naar binnen konden, want er was geen plaats voor al die mensen. Toen hebben ze de ramen van de synagoge opengezet, zodat de mensen op straat de dienst konden volgen. Nou, die dienst, ik heb er geen woord van gehoord. Mijn gedachten waren ergens anders. Maar toen eindelijk het glas gebroken werd, weet je, ze pakken een glas en dan moet je opstappen. En, zo, en dan de leuze is, zo min als het glas hersteld kan worden, de scherven into een glas, zo min kan het huwelijk niet verbroken worden. Dat is een ding dat ze zeggen. En toen ik... Degene die je toespreekt vertelt je, ja, je stappen. En dan stapte ik. En toen was het huwelijk over. Nee, het huwelijk was niet over. Het begon. Ja. Yeah.